Goedenavond iedereen, mijn naam is Lisa Asselbergs. Ik ben Miss Wellness Media 2019 en we zijn hier vanavond aanwezig op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Ik heb hier bij mij Julie Trombeeks. Hallo. Ik ging bijna Hanne zeggen, maar... Dat doen er veel over vragen, toch alleszins heel veel mensen of we familie zijn. Maar dat is dus niet het geval. En bent u schoonheidsspecialiste? Ja, in bijberoep. Ik heb het wel in modules gedaan, dus ik heb al voorlopig de gelaatsverzorging gedaan. Ik heb net mijn diploma van Wimper Extensions, One by One, binnengehaald. En ook make-up. En wat zijn jouw plannen voor in de toekomst? Ja, hopelijk wel uitbreiden. Heel veel leuke projectjes doen. Ik doe graag altijd vernieuwende dingen. Ik hoop wel ook leuke mensen te leren kennen, nieuwe workshops te doen. Ja. Ik denk dat dat zeker gaat lukken met deze misverkiezing. We zitten in de beauty sector, dus je gaat veel workshops doen. Ga je graag op reis? Heel graag. Dus zie je die reis naar de Seychelles wel zitten? Enorm. Dat kan ik geloven. Wat denk je van het comité tot hiertoe? Geen commentaar. Nee. Dat is een mopje, ze vallen heel goed mee. Diplomatisch antwoord ging ik zeggen, maar... Nee. Heb je stress voor de finale show? Nee, eigenlijk voorlopig nog niet. Ik hoop dat dat oké is, maar voorlopig nog niet. Ik kijk er echt naar uit. En waarop denk je dat de jury zal letten? Ik veronderstel het totaalpakketje, persoonlijkheid, looks, de business, de manier van omgaan met anderen, de bereidheid om te leren, alles bij elkaar. En de groei. De groei is ook heel belangrijk. Ja, ik hoop zelf ook heel hard te groeien, dus dat zou fijn zijn. En je eigen ook leren kennen, want dat ga je sowieso ook doen, deze misvergeten. Ja, daar ben ik al een paar jaar mee bezig, dus ik hoop dat gewoon verder te zetten. Oké, dankjewel voor dit fijne interview en ik wens je nog veel succes in het lopen van deze verkiezing. Dankjewel. Dank.